Ja, voorzitter. Mijn vraag is eigenlijk aan collega Holman. Waarop zijn vertrouwen is gebaseerd dat het nu wel zou lukken? Want eigenlijk willen we dit al heel lang met heel veel partijen in dit huis. Een ondergrens van 1 mol of, nou ja, of ergens tussen 1 en 10. Hè. Ergens daar ligt de grens naar significantie. Tot nu toe is steeds eigenlijk op basis van juridische adviezen gezegd... ja, sorry, zolang de trend niet dalend is, vergeet het maar. Dus ik help het de heer Holman hopen dat de Raad van State nu het licht heeft gezien... en zegt van, nou ja, inderdaad, we hebben die afkapgrens op 25 kilometer in stand gelaten... dus dit vinden wij ook wel een goed idee. Maar waarop baseert de heer Holman dat vertrouwen? Is dat inderdaad op basis van die uitspraak over die 25 kilometer afkapgrens? Mede, toen is gewoon de argumentatie gekomen, maar je hebt nu... De adviezen van Hordijk, van Petersen, van TNO, van de Nieuwe Denktank gehad, die allemaal zeggen van wetenschappelijk, statistisch gezien, kun je niet die conclusie trekken die de Raad van State vorige keer heeft gekozen. En het verpante is dat in april 23, in die zaak van die afkap van 25, dat de rechter dat heeft geaccepteerd. En die is daarin meegegaan. En het is toch van de zotte dat Schiphol, Tata Steel, andere grote ondernemingen, omdat die met diezelfde argumentatie die afkapgrens van 25 kilometer wordt gehanteerd, wel vergunning kunnen verlenen. En dat voor kleine projecten, voor een individuele boer, waar je op basis van een model niet aan kunt dat er werkelijk schade is, dat je daar een vergunning ontleent. Ja. En wij denken dat dit hout snijdt. Ja, kort afrondend. Voorzitter, nee, ik ben het helemaal met de heer Holman eens. Het is van de zotte hoe het nu gaat. En dit zou een geweldige uitkomst zijn. Niet alleen voor boeren die iets willen, maar ook voor pasmelders, voor garnalenvissers, voor ik weet niet wie allemaal, voor woningbouwprojecten. Ja. Alleen als dit de heilige graal is waar de Raad van State nu van zou zeggen van het kan wel. Ja, dan zou ik me ook wel een beetje bekocht voelen, want we hebben het de afgelopen jaren diverse keren onderzocht. Ja. Nee, dat is de vraag hoe je bekocht voelt. Ze hebben dat toen gedaan naar de inzichten van toen. En in de motie staat, we leggen het voor. Dus wij hebben volgend jaar, februari, maart, hebben we een advies. En dan, dat kan zijn van niet, kan zijn van wel, kan zijn van wel onder voorwaarden. Maar je schat dan in dat de kans op wel gewoon heel groot is. Duidelijkheid, ik stem voor, hoor. Dus geen, dat weet u nu al. Meneer Holman, die motie is door meerdere mensen ondertekend. Hè? Die moeten we even noemen. Oké, Pierik, Van der Plas en Nijhoff. Kijk, dat wilden we even horen. Ah, ja, maar hij loopt nu alweer, voorzitter. Nu alweer, ja. Hij stond op 35 en nu heeft hij 28. Dus ja. De eerste 7 seconden tellen niet mee. En dan red ik het net. De Kamer. Gehoord hebben en constateren dat er geen steekhoudende argumenten zijn om bedrijven verder dan 1 kilometer van een Natura 2000 gebied als pieplaster te blijven bestempelen. Constateren dat de huidige opkoopregeling per 1 april eindigt. Verzoekt het kabinet na afloop van de aanpak pieplasters ook het stempel pieplaster weg te nemen en daarover actief te communiceren. En gegeven door Nijhoff, Pierik, Van Kampen en NSC. En de motie over beleid en visie op de 6 dilemma's van Wageningen die houden we even achter de hand en dan komen we de volgende vergadering wel mee.